Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Dit is even wat anders dan dat jullie gewend zijn. Oké, hallo, welkom bij deze Corona Diary van mij en Jean. We lopen dus nu in het Vondelpark. Ik heb geen moment. Doei, jongens. Ik wel. Dit is even wat anders dan dat jullie gewend zijn. En gaan we iets leuks doen. Maar zoals iedereen in Nederland en België en waar je ook kijkt wel weet, is er wereldwijd coronavirus. En is iedereen in quarantaine. Je mag nog wel een beetje de deur uit. Maar liever niet. Maar we hebben in ieder geval geen school meer. Gewoon het liefst niet de straat op. Dus je zit eigenlijk gewoon een beetje in je huis opgesloten. Zoals jullie weten is het een beetje een gekke tijd. Coronavirus is officieel uitgebroken in Nederland. Dus iedereen moet lekker binnen blijven in quarantaine. Yay! Ik heb al homeschool gehad. We hebben nu een soort van online programma waarin we af en toe kunnen facetimen of moeten projecten doen. Of van alles. Of ik hoef gewoon huiswerk te maken en dan heb ik geen contact met docent. En soms weer wel. Dan mag de docent bij ons zelf kiezen. No en ik hebben allemaal spelletjes besteld. Ja, we dachten we moeten binnen blijven. Dus veel vermaak. Ik heb ook nu, ik loop al 4 dagen alleen maar in joggingpakken. Ik heb geen make-up op, niks. Echt een soort van zwerver, maar ik zit toch binnen. Ik heb nu dit joggingpak van Ten Days aan. Dit zit zo lekker. Dus dit is eigenlijk een soort van corona diary. Ja, zo gaan we het maar noemen. En ik ruik nu al ver vet kouder, want misschien heb je dan een story gezien. Mijn kouder wordt verbouwd tot mijn kamer. Maar ja, ik laat even zien wat... Wat ik heb gedaan de afgelopen 2 dagen. Ik heb deze puzzel gemaakt van 500 stukjes van de Mona Lisa met Nola. Je hebt de randjes gedaan. Ik heb de rest gedaan, maar hè, toch een applausje waard. Oh nee, elleboog hè. Wat hebben we nog meer? Een cupcake puzzel van 500 stukjes. Ticket to Ride. High School Musical van 1000 stukjes. Deze, ik kan niet wachten om deze te maken. We hebben heel veel spelletjes niet besteld. Omdat we, alle spelletjes die we wouden bestellen, die hadden we al een soort van. Ja, klopt. We hebben echt best wel veel spelletjes. Ik ben dus nu beneden en mijn Rainbow's aangekomen. Kijk. Ja, het is dus van Rainbow, zo heet dat zaakje ook. En ze hebben allemaal verschillende bowls. Het is echt heel lekker. En ik heb zo'n... rondgenomen. Ik ga ook even vitamine innemen. Echt heel vies, zo'n zakje. Maar het is wel goed voor je. Dat je niet ziek wordt natuurlijk, want dat wil je niet. Dus ja, ik ga nu eten en dan beginnen aan school. Yay! De meiden was dinsdag uit. Kijk, met ons op de cover. Yay! Dus dat kan je ook lezen. Je kan onze video's kijken. Maar ja, ik ga niet naar mezelf kijken, dus dat doen we even niet. We hebben trouwens niet echt gehamsterd. Het valt wel mee. Vond ik een beetje aso. Maar ik heb wel echt nog nooit zo'n volle koelkast gehad. Dat ga ik wel even eerlijk toegeven. Hoeveel sappen kan een mens hebben? Echt veel. Allemaal ginger shots. Ik moet dringend mijn kamer opruimen. Ja, dat moest ik echt doen vandaag. Dus dat ga ik nu even doen. Ik zie jullie later. Ik ga even laten zien hoe het er nu uitziet en de after. Dit is het nu. Kijk, ik vind het dus best meevallen. Maar dat vindt mijn moeder vindt van niet. Kijk, ja, gewoon, ik gooi alles gewoon overal op het bureau. En hier hangen allemaal tassen en daar. Wat eigenlijk vooral moet worden gedaan is mijn kast. Want ja, daar gaat iets niet helemaal goed. Ik heb maar net even geleerd. En ik ben net heel even met Pippa gebeld, 2 minuten. En ik heb dus mijn telefoon tegen mijn wang aangehouden. En mijn hele wang is helemaal dit. Hoe raar is dit? Ik had het vorige week ook. Kijk, ik ga het nu zoeken. En ik weet gewoon niet wat het is. En ik vind het zo raar. Kijk hier ook. Ik het ook. En ik weet gewoon echt niet van wat het is. Dus als iemand het weet, laat het weten in de reacties. Ik haat corona, jongens. Zo, zo vreselijk. Gewoon, het is zo saai. Ook de hele dag de familie appgroep. Blijf maar doorgaan. Het begint letterlijk 's ochtends vroeg om 6 uur. En het stopt letterlijk om 4 uur 's nachts. Het is niet normaal. Dit is alleen nog maar vandaag allemaal. Dit is letterlijk vandaag. Het is echt bizar. Want mijn nicht woont ook in China nu. En daar zijn ze echt zo streng. Je komt het land niet in als je hoger dan 37 graden je temperatuur is. Je moet mondkapjes bij hebben, anders kom je het land ook niet in. Overal wordt thermometer op je hoofd gezet. Echt bizar. Even kijken, nog meer. Ja, het is wel een beetje een rommel. Maar ik heb... Nee, ik ga het niet opruimen. Ik heb eigenlijk echt geen zin, dus ik ga het gewoon niet doen. Ik ga eigenlijk gewoon verder met Netflix kijken.
Maar ik verveel me zo. Ik verveel me zo erg. Ik mis school ook eigenlijk best wel een beetje. Ik vind het helemaal niet chill dat online en zo. School is namelijk gewoon gezellig. Met al mijn vriendinnen en zo. Dat is gewoon grappig. Zeg maar, op school ben je echt van, oh, ik wil echt lekker in mijn bed liggen en gewoon Netflix kijken. Nu kan je dat en wil je het niet. Zo raar, maar ja. Ik ga maar verder Netflixen. Dat kamer opruimen, dat stel ik nog wel even een beetje uit. Oké, jezus. Nou, we lopen dus nu in het Vondelpark. Ouders waren naar buiten. Maar ja, ik ging maar mee, hè. En ja, ik ben best lang niet buiten geweest. Nou, ergens of zo. Dus het is wel even chill op zich, frisse lucht. Alleen, we gaan zo weer naar huis. En ik heb gewoon echt geen idee wat ik moet gaan doen weer. Zo saai. Het is echt gewoon saai. Het is zo saai. Maar het is op zich nog echt best wel druk. In het Vondelpark. Kijk, er lopen gewoon nog wel echt veel mensen, vind ik. Voor dat iedereen eigenlijk binnen moet blijven. Dus gaan even een rondje lopen en dan gaan we weer naar huis. En dan gaan we denk ik even lunchen of zo. Ik ben dus echt bang dat er een lockdown komt. En ja, ik denk wel dat heel veel wel weten wat dat is. Maar dat is gewoon dat je letterlijk helemaal niet meer je huis uit mag. Behalve als je een verklaring bij je hebt dat je naar de supermarkt gaat één keer in de drie dagen. Of dat je naar de dokter moet of zoiets. Verder mag je gewoon letterlijk de deur niet uit. Dus ik hoop echt niet dat dat gaat gebeuren. Want ik vind het wel chill om gewoon even soms de deur uit te kunnen. Nou, ik ben binnen weer eindelijk. En voor de zekerheid, voor als ik iets heb aangeraakt. Of gewoon, ja, gewoon voor de zekerheid dat ik niet ziek word. Handgel, jongens. Koop het echt. En doe het ook echt. Want het is echt belangrijk. Oké, nou, ik hoorde dus net dat het overal is uitverkocht. Dan moet je gewoon lenen van mensen. Of zorgen dat je het in huis had. Gaan zoeken. Of gewoon met heel veel zeep wassen. Hij moet toch wat, hè? Hi, Jimmy. Hi, baby. Hi. Hey, hi. Oké, ik heb nu wat in de toaster zitten en ik heb pindakaas en kaas gemaakt. Maar Jimmy wil ook kaas. Toch, Jim? Ga maar zit. High five. Oké, ik zit dus nu even op TikTok. Ik heb daarnet een TikTok gemaakt. Want ik heb hetzelfde pak als Charlie. Maar ik heb het niet gefilmd. Maar is wel leuk. Zij kan het alleen iets beter. Dat is jammer. Dus die heb ik net geplaatst. En ik heb straks bijles. En mijn huid is zo slecht. Oh. Kijk even jongens. Wat kan ik eraan doen? Geef me alsjeblieft tips. En wat doen jullie trouwens deze dagen? Want ik verveel me echt rot. Kijk hoe lief. Ze is bij. Hi. Ze is bij me komen liggen. Wat een cutie. En dan straks dan ga ik na mijn bijles even jullie een roomtour geven. Want mijn nieuwe kamer is bijna af. Dus die ga ik jullie na mijn bijles even laten zien. Ah, is dat super leuk. Oké, ik ben toch maar begonnen met mijn kast opruimen. Want ik dacht, ja. Waarom zou ik het niet doen? Dit, ik ga het even laten zien. Het is echt heel schokkend. Gewoon, het is echt heftig. Deze la, daar komt dit uit, dit uit, dit uit en dit uit. Allemaal uit die la. En ik doe dat weg. Dat hoeft niet meer daar te liggen. Dat hoeft ook meer daar te liggen. Alleen dat moet nog daar. Dat zijn alle bikinis die ik hou. Dat is een wetsuit. Maar kijk, alle bikinis die ik hou. Ik heb net al mijn pyjama's uitgezocht. Kijk. En dit zijn allemaal pyjama's die weggaan. Gewoon een hele zak vol. Ik heb hier ook nooit tijd voor gemaakt. Maar ik besef me nu pas hoe erg het nodig was. Dus we gaan nog even door. Dus ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. Ik hoop echt dat er gewoon helemaal satisfying uit gaat zien. Ik vind het altijd zo chill als mijn kast helemaal opgeruimd is. Maar ik heb gewoon geen zin om het op te ruimen. Maar soms moet je het gewoon even doen. Ik heb 3 lades gedaan. In een uur. Kijk. Organized. Mijn ondergoed. Ook organized. En mijn t-shirts. Oh my god. Dit is toch gewoon chill. Kijk. Dan kan je ze er gewoon zo uitpakken. En dan hoeft ze niet zo'n stapeltje. Ja, ik heb er iets te veel. Dus hier gaat wel een stapeltje. Ik ben echt al een tijdje bezig met mijn kast. Maar ik ben nu ook gewoon klaar op zich. Nee, eigenlijk is dat niet waar. Oké, dat is alles wat hier gewoon boeiend is. Oké, het eerste hoofdstuk kunnen we misschien wel een inles doen. Dit is allemaal zo niet boeiend. Nee. Ik zit nu trouwens in mijn kelder.
Kijk hoe mooi die wordt. Echt zo excited. Gina die wil met mij facetimen. Hi Gina. Ja, wil je ook erop? Mag hoor. Ja. Oh my god! Oh my god! Nona is er ook. Hey Nona! Gina, heb jij van mijn school gehad? De meiden? Ja, leuk, mijn school. Oh, hi vlog. Ik heb geen online school, jongens. Ik wel! Ik had 1 uurtje van, misschien 20 minuten. Hoe kan jij dat vandaag niet hebben? Ik heb het gewoon niet. In principe zitten we op dezelfde school. De docenten die bepalen het zelf, of je het wil. Ja, en bij mij was maar 1 docent die het wou. Bij mij hebben allemaal docenten. Ja, bij docenten. Mij was niemand het. Wat heb jij gedaan vandaag, jou? School, 1 uur. Niks. Hi, Pien. Ja. School, 1 uur. Hi. En wat heb je nog meer gedaan? Netflix gekeken. Een broodje gemaakt. En ik ben mijn kast opruimen. Oh, wauw. Wat ik zie. Mis je wel, hoor. Ja, ik jou ook. Maar we moeten even onze meet-up doen. Ja. Eens. Ja, dan kijk, zie je? Ik heb de camera van... nou, niet mijn eigen camera. Ik kan hem nergens vinden, mijn camera. Nergens. Ja, deze camera. Want ja, dit is door camera kwijt, jongens. Zo erg. Hoe onhandig kan je zijn? Maar ik en die camera, we hebben nooit een klik gehad. Ja, dit is nooit een klik gehad met de camera, jongens. Nooit. Oké, we gaan morgen weer eens even afspreken. We spreken namelijk 1 keer in de 2 dagen af. Zo is onze meetup weer een rap. Ja, en dan gaan we TikToks maken. En dan gaan we jullie meenemen. Yay! Bye. 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 Oké, nou morgen gaan we dus even meeten. Dus dat is gezellig. En zo toevallig weer. We zijn echt telepathie. Maar ik ga dus nu koken uit zo'n zak en ik ben heel benieuwd, want ik kan letterlijk niks koken. Ik kan echt een ei bakken of zo. Oké, nou dit is het recept en dit is het geworden. Het is echt, het ziet er heel lekker uit. Op camera vind ik eten er nooit lekker uitzien, maar het ruikt echt heerlijk. Dus ik laat jullie straks nog wel even weten hoe het is geworden. Dus ik ga dit nu even opeten en voor iedereen opscheppen. Ik heb dit deel nog niet gedaan. Ja, en dat zien we ook. Want wat is hier aan de hand? Maar dit deel. Proud. Kijk. Mijn hoodies. Nog meer hoodies. En nog wat topjes. Hoodies. Truien. I know. Ik heb heel veel hoodies. Mijn rokjes. Ja, die moet ik eigenlijk nog even doen. Maar heb ik geen zin in. Mijn broeken. En mijn jurkjes. Ik heb dat allemaal gedaan, maar nu ben ik er klaar mee. Dus misschien dat ik morgen nog verder ga. Maar het is wel echt een goede tip, want we hebben nu 3 weken de tijd. Dus ik zou het zeker even doen, want anders ga ik het niet doen. Dit gaat allemaal al weg uit 2 kasten. Deze 4 tassen. En dan ben ik pas op de helft. Echt erg. Maar ja, ik ga er nu mee stoppen. Ik ga lekker even in mijn bed liggen. Maar mijn bed moet ik ook nog even opruimen. Maar ik zie jullie morgen. Good night. Het is nu 10 uur. 10:15. En ik heb er net dus even een filmpje gekeken. Heel chill. Een bed uitgezocht voor mijn kelder. Want dat was altijd echt nog een struggle. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal uit. Ik vind het heel lastig. Ik ga nu naar boven. Ik ben aan het twijfelen of ik me nog ga tennen. Twijfels. Maar kijk even of ik daar zo zin in heb. Maar dit is eigenlijk de eerste dag van de Corona Diary. Ja, echt. Hele lange dagen wel. Maar we moeten maar idee doen. Goedemorgen. Het is 10 uur. Ik ben net wakker. En ik vind het gewoon zo chill dat ik geen wekker heb. Dat is echt het grootste voordeel aan in quarantaine zitten. Maar oké, straks begin mijn online school. Dus dan ga ik wel een beetje wat werk doen. Ik hoef vandaag niet echt te facetimen met school. Maar ik moet wel wat werk doen. Oh ja, en ik zal gaan sporten. Want mijn trainer had allemaal filmpjes gestuurd die ik kan doen met No. Dus die gaan Nola en ik wel even doen. Maar ja, it's time to get up. Dus we gaan eruit. Goedemorgen, het is dus nu 10:15. En ik ga dus nu even snel omkleden. Dan naar beneden. Ik ben daar net even bezig geweest. 1 wimper is ondertussen afgevallen. Ik ga hem straks weer opplakken. Hij ligt hier. Maar ik heb dus echt ziek veel opdrachten gekregen. Die ik allemaal moet inleveren voor cijfer. Maar het is wel chill, want ik sta best wel veel onvoldoende. Dus kan ik het daarmee ophalen. Kijk, al het oranje zijn opdrachten die ik moet inleveren. Het zijn er echt best wel veel. Dan ga ik vandaag nog heel even beginnen aan Frans P.O. over mijn held. Ja, ik moet alleen even bedenken wie echt mijn held is en waar ik veel over kan gaan vertellen. Kijk, we gaan er echt voor. Ik heb mijn sportpakje aangedaan.
Dus ga nu de oefeningen doen. Ik ben echt trots op mezelf dat ik dit ga doen. Mijn matje. En hier een filmpje met allemaal instructies wat ik moet doen dan. Dus ik moet beginnen met 30 crunches. Ik ben nu in mijn kelder en ik ga een TikTok maken. Want ik verveel me en ik heb een nieuwe dans geleerd en ik ben er echt trots op. En mensen reageren altijd echt onder mij. Ja, ik denk echt dat ik goed kan dansen. Maar dat is zo niet zo. Ik vind het gewoon oprecht echt heel leuk. Dus laten ons. Ik vind het gewoon leuk. Dus dat ga ik nu doen. En ik weet geen eens of ik het ga plaatsen. Want misschien vind ik het er echt te debiel uitzien. Maar zal ik erbij gaan zitten? Dan ziet het er normaal uit. Oké, volgens mij is hij wel prima. Oké, het is best wel leuk en ik ga hem plaatsen. Ik vind het eng. Ik heb erbij gezet, please don't come for me, I try it. Van, ga geen irritante comments praten, want ik heb het geprobeerd. Dus ik ga hem nu plaatsen en ik hoop echt dat hij er voor you kwam. Ik had gisteren een TikTok geplaatst, want ik had gisteren hetzelfde pak aan als Charlie, had ik misschien al even verteld. En Niels is op de for you gekomen. En ik ben dan gewoon oprecht echt blij. Ik vind dat zo leuk als hij daarop komt. Dus ik ga nu even kijken of er nog een leuk liedje is dat die ik kan doen. Ja, ik heb net gedoucht en ben even aangekleed. Ik heb weer een joggingbroek aan en kijk mijn mooie slippers. Enig. Ja, ik woon echt op deze. Ik leef echt in deze slippers deze dagen. Kijk, van Hinke Muller. En we gaan nu een acai bowl maken. Want ik moet nog ontbijten en dan ga ik daar naar mijn schoolwerk doen. En ik ga jullie laten zien hoe dat moet. Oké, dit is wat je nodig hebt. Amandel of kokosmelk, bevroren banaan en bevroren peer. Dat heb ik de avond ervoor al gedaan. Dit is een acai pad. Dit kan je gewoon kopen in de supermarkt. En een dadel. Time to mix. Kijk, hij is nu uit de blender. En nu ziet het er zo uit gemixt. En dan doen we er nog eventjes wat granola en wat besjes en van alles op. En dan is hij klaar, dus dat gaan we nu even doen. Oh my god. Echt een chef, echt goed. Nou, die gaan we nu opeten en dan ga ik aan mijn school beginnen. Ik heb net allemaal schoolwerk gedaan en we zijn nu eventjes buiten. Want we zijn bij een kantoor waar Jean en ik altijd filmen. Want we moeten wat ophalen. En daar is ook een pingpongtafel. Dus misschien dat ik hem nou eventjes gaan pingpongen. Ik probeer muziek te downloaden en dan kan ik zo daar draaien. Want dat doen Jean en ik soms als we aan het filmen zijn. En ondertussen ben ik aan het facetimen. I'm back home. En ik heb een pakketje van Emily Sisters. Heel erg leuk. Ze hadden me gevraagd of ik... wat wel uitzoeken. Of course I said yes, because I love that dress. Ik weet eigenlijk al wat ik heb besteld, maar ik ga het gewoon even laten zien. Ik heb dus echt een heel leuk pak mogen uitzoeken. Kijk, hoe leuk. Zo'n trainingspak. Ik hou van joggingspakken. Kijk, hoe leuk. Met LA en zo. Ja, gewoon leuk. Een beetje à la Palm Angel / Juicy-achtig, omdat het velvet is, maar wel met die streep. Kijk, gewoon een leuke zwarte hoodie, omdat ik er nog niet genoeg heb. Met de LA Sisters Girls erop, maar zeg maar à la Powerpuff Girls. Ja, ik had dus dit kettingje nog besteld, met Baby Girl erop. Echt leuk. Oh, een leuke fanny pack. Een cat eye'tje. Echt leuk. So, thank you girls. Ik had echt de leukste TikTok ooit gemaakt, jongens. Ik moest hem echt even delen met jullie. Ik zag dat een meisje had gedaan, me before corona. En dan allemaal leuke foto's. Dus ik heb het ook gedaan. En hij is zo leuk. En ik word er echt sad van. Kijk even. I swear I need
Hoe leuk zijn al deze foto's? Ja, en ik had er ook echt al 3000, maar het liedje was ook nog niet af. Maar ik moest dit echt zo heel langzaam, echt zo heel snel klikken dat, het, dat je de foto niet te lang zag. Want dat vond ik er, dat er leuk uitzag, maar het was echt veel moeite. Maar hij is wel echt leuk. En mijn eetje echt er bijna. Dus ik heb echt zo honger. Ik moet nu trouwens ook echt even naar boven lopen, want het is er echt over een minuut. Kijk hoe lekker. Lekker, Luc? Yes, Luc heeft trouwens met trui aan, jongens. Wordt steeds gekker. Maar wel echt heel lekker. Dus we gaan nu lekker eten. We zijn Monopoly aan het spelen. Friends and Duty. Ja, en ik ben aan het winnen. Want dit zijn al mijn huisjes. Ik heb meer geld dan jou. Ja, jij mag dan wel meer geld hebben, maar ik heb meer huisjes. Het gaat om wie het meeste geld heeft. Oh, hè? Mama gaat nu wel lekker eigenlijk. Oh, ze pakt het ook. Kijk, we spelen dus Friends Monopoly. Kijk, en ik ben Joey. Echt vet cool. Pizzadoos. Ja, dit is Phoebe met de gitaar. Mama is Rachel met de tas. Echt leuk. Vind je het leuk? Sushi time! I just ordered sushi! Yay! Alleen wat ik wel raar vond is, hij zette het niet neer. Beetje raar, dat moest eigenlijk. Maar ja, ik heb hem niet aangeraakt, de bezorger. Maar ja, we gaan lekker sushi eten. Het is nu inmiddels, even kijken. Oh, het is al 9:45. We hebben echt volgens mij voor een gevoel echt 4 uur lang Monopoly gespeeld. Ja, je moet toch wat hebben, quarantaine times. Maar in ieder geval, het was wel waard, want ik heb gewonnen. So that's nice. Ik had 3/4 van het bord ingekocht. Businesswoman. Ik ga nog eventjes mijn tanden bleken nu. Kijk, ik heb dit spul gekocht. Het zijn gewoon van die bitjes die je dan in doet. Voor 20 minuten. Onder en boven. En dan worden ze wat witter. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat Gina en ik een beetje deden deze 2 dagen. We hebben elkaar niet gemeet. Dat gaan we nog wel even doen in de volgende Corona Diary. Maar vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. En ons volgen op Instagram, girliesblog. En dan zien we jullie volgende week weer. Bye! Stay safe! Oké, nou het is nu later. Het is... Even kijken. Het is 9:30. Dus ik wou nog even bijkletsen van vandaag en gisteren. Ja... Elke dag eigenlijk loopt het een beetje hetzelfde. Maar ja, we moeten het er maar doen natuurlijk. Want we willen niet besmet worden. En we willen natuurlijk ook niet dat de ziekte sneller verspreidt. Want dat is natuurlijk echt niet fijn. En we kunnen ziekenhuis niet meer aan. En dat is allemaal nog erger dan even een paar weekjes binnen blijven. Laat nog zeker even weten tips wat ik kan doen deze komende weken. Want ik verveel me echt letterlijk dood. Dus geef allemaal zeker tips. En dan kunnen we allemaal elkaars tips gebruiken. En wat we nog moeten filmen natuurlijk. Misschien hebben jullie wel iets leuks wat Jaan en ik apart kunnen filmen. Laat het ook in de reacties weten. Of op afstand of gewoon iets leuks. Laat het allemaal weten. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Deze vlog. Het was natuurlijk anders dan normaal. Maar we hebben ons best gedaan om er wat leuks van te maken. En we wilden natuurlijk toch gewoon een video online laten komen voor jullie. Want anders zou het ook zonde zijn. Dus doe in ieder geval allemaal een duimpje omhoog. En abonneer op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan zien we jullie als het goed is volgende week.